Het is een ware nachtmerrie als een familielid of bekende vermist raakt. En wat dacht je van als je zelf eens vermist zou raken? Het kan er niet overkomen. Gelukkig worden veel vermiste personen teruggevonden. Soms op een hele bizarre manier. Op nummer 1 zien we hoe een vermiste gepensioneerde man op het nippertje werd gevonden. Blijf dus kijken. Abonneer je ook op ons kanaal, geef deze video een duimpje omhoog en vergeet niet om op het belletje aan te klikken. 10. Man vindt thuis na 23 jaar. De 5-jarige Saru en zijn oudere broer Gudu gingen op een avond naar het treinstation dicht bij hun huis. Jammer genoeg zou dit hun laatste dag samen zijn. Opeens was Gudu nergens te bekennen en Saru zocht tevergeefs naar hem. Moe van het zoeken viel hij in slaap in een verlaten trein. De trein bracht hem naar een vreemde stad, zeker 1000 kilometer ver van huis. De kleuter kon zich niet herinneren hoe zijn stad heette en ook zijn familienaam wist hij niet. Uiteindelijk kwam hij in een weeshuis terecht waar hij geadopteerd werd door een Australisch echtpaar. Saru kon echter zijn broer en familie niet vergeten, maar wist niet hoe ze op te sporen. Na 23 jaar vond hij op Google Earth een herkenningspunt en kwam zo achter de naam van zijn geboorteplaats. Hij werd herenigd met zijn dolgelukkige moeder en familie die hem al die jaren voor vermist hadden gehouden. Gudu was helaas op die ongelukkige dag toen ze gescheiden werden door een trein overreden. 9. 15-jarige wandelaar na 11 dagen gevonden. Het is een bekend verhaal. Je maakt een boswandeling alleen of in een gezelschap en plotseling sta je alleen en kun je de weg niet meer terugvinden. Is die ook wel eens overkomen? Op de een of andere onverklaarbare manier ben je de ander kwijtgeraakt. Wat is dan het beste dat je kunt doen? De 15-jarige Austin Bohannon besloot naar een hoger gelegen plek te lopen toen hij zijn stiefvader tijdens een boswandeling in het Great Smoky Mountains National Park kwijtraakte. De tiener uit Tennessee, Amerika was van mening dat hij moest blijven lopen. Hij was niet bang en wist dat hij kalm moest blijven. Ik bad elke dag en nacht en dat hielp me om steeds verder te gaan, zei Bohannon. Tijdens zijn 11 dagen in het bos at hij niet, maar vreemd genoeg voelde hij na de eerste dagen geen honger meer. Tegelijkertijd werd er naastig naar hem gezocht. Hij hoorde de helikopters, maar men zag hem niet. Ten slotte volgde hij een kreek waar hij een vader en dochter in een boot tegenkwam die de autoriteiten alarmeerde. Zo kon Bohannon met zijn ongeruste ouders herenigd worden. 8. Ontvoering tijdens het werk. Het zal je gebeuren dat je tijdens werkuren door een boze klant wordt ontvoerd. De zakenman Sander Cokeleer kan je alles over vertellen. Zijn bedrijf stuurde hem naar een adres in Engeland van een klant die een grote aankoop wilde doen. Hij was zich er niet van bewust dat hij een rol speelde in een vooraf opgezet plan van de nepklant John Charles Spencer. Spencer had namelijk gebruik gemaakt van een valse naam, e-mailadres en een vermomming. Hij vond dat het bedrijf, zijn voormalige werkgever, hem €2300 schuldig was en zou dat zelf even in orde maken. Je kunt je voorstellen dat Cokeleer niet wist wat hem overkwam toen hij plotseling onder schot werd gehouden en naar een onbekende plek in het bos werd gebracht. Spencer bond hem met een ketting aan een boom vast en vervolgde zijn snode plan. Hij maakte alleen een grote fout door Cokeleer zijn telefoon niet af te pakken, waardoor hij via Google Maps aan zijn baas liet weten waar hij zat. Hij werd gevonden en Spencer mocht de komende 8 jaar in de gevangenis zijn mislukte plan overdenken. 7. Vermiste man na 10 jaar gevonden. Niet alle vermiste personen worden levend teruggevonden. De familie van de 72-jarige Davy Lee Niles had na ruim 10 jaar alle hoop opgegeven. Hun man en vader was op mysterieuze manier verdwenen en geen enkele zoekactie had een positief resultaat opgeleverd. Hij werd doodverklaard. Een nietsvermoedende arbeider bracht licht in de zaak. De man klom in de top van een dennenboom die hij in verband met kerst moest versieren en zag dat er iets als een auto lag in de nabijgelegen ondiepe vijver. Op Google Earth was duidelijk te zien dat er inderdaad een auto in het water lag. Het bleek de auto van Davy Lee Niles te zijn, met daarin zijn stoffelijke resten. Niles was kankerpatiënt en depressief, maar men kon niet achterhalen wat er was gebeurd. Zijn familie was in ieder geval dankbaar dat ze eindelijk wisten waar hij was gebleven. 6. Mannen gevonden op onbewoond eiland. Ben je gek op zeilboten en is het je droom om ooit eens een avontuur op zee te beleven? Dan kun je alvast leren uit de ongelooflijke belevenis van 3 vindingrijke mannen. Ze belanden na een zwemtocht van ruim 3 kilometer op het eiland Vanadiek in de Stille Oceaan. Hoe dat kwam? Ongelukkig genoeg raakten ze hun zeilboot kwijt na een flinke storm en moesten ze al zwemmend verder. Ze mochten nog van geluk spreken dat ze geen hongerige haaien tegenkwamen. Eenmaal op het eiland aangekomen, zochten ze naar manieren om contact te maken met de buitenwereld. Wat zou jij doen als je in hun plaats was geweest?
Ze kwamen op het briljante idee om help met takken en stenen te vormen voor het geval een helikopter voorbij mocht vliegen. De slimmerikken werden na 3 dagen daadwerkelijk door een Amerikaans marinevliegtuig opgespoord. Ja, als je geen wifi hebt, moet je creatief zijn. 5. 2-jarig meisje teruggevonden. De 2-jarige Camilla Vix uit Port Wentworth, Amerika, beleefde enkele benauwde uren in haar eentje in het bos. Hoe de peuter van haar moeder gescheiden raakte is nog een raadsel. Er werd een grote zoekactie op touw gezet om haar zo snel mogelijk te vinden. Niemand wilde eraan denken wat het kleine meisje in haar eentje in het bos kon overkomen. Gelukkig werd ze heel huids gevonden door 2 jonge agenten, nadat ze haar huilend bij een boom hadden aangetroffen. We zijn God dankbaar dat we haar hebben gevonden, want zulke zaken lopen lang niet altijd goed af, zei agent Robert Parker. De zichtbaar opgeluchte Parker was degene die Camilla greep en haar optilde. Heb je deze video al een duimpje omhoog gegeven? Blijf kijken voor nog meer bizarre reddingen. 4. YouTuber vindt meisje in ondergrondse grot. Een avontuurlijke trip van YouTuber Steve Ronan en vrienden liep uit op een zeer onverwachte vondst. De jonge ontdekkingsreizigers waren van plan om eens een kijkje te gaan nemen in de apengrot in het St. Helen gebergte te Oregon, Amerika. De apengrot is een oude lavatunnel met verschillende zijtunnels en een populaire toeristische attractie voor jonge en oudere wandelaars. De tocht is echter niet zonder gevaren, want er moet op vele plekken over grillige lavablokken geklauterd worden. De gezellige groep kreeg de schrik van hun leven toen ze diep in de grot in het licht van een zaklantaarn een huilend meisje zagen. Ze was zowat versteend van angst en bleek geen Engels te praten. Haar ouders waren ondertussen al roepende naar haar op zoek en dankzij de jonge mannen kon ze met hen herenigd worden. Hoe ze alleen zover kon klimmen blijft een groot mysterie. 3. Vermiste arts na 20 jaar gevonden. Carlos Sanchez Ortiz de Salazar stond bekend als een begaafde, leergierige en verantwoordelijke arts. Niemand wist echter dat hij aan acute depressie leed. In 1996 verdween hij van de aardbodem en liet zijn familie wanhopig en met vraagtekens achter. Toch gaven ze de hoop niet op hem ooit nog eens te zullen vinden. Dat het pas na 20 jaren zou gebeuren hadden ze niet kunnen vermoeden. Inmiddels was Carlos officieel doodverklaard door de autoriteiten. In Italië was een groep wandelaars in het bos op zoek naar eetbare paddenstoelen, maar met weinig succes. Uiteindelijk vonden ze een spoor en kwamen terecht bij een kamp waar een kluizenaar in scheen te wonen. Later bleek uit verschillende identiteitsbewijzen dat de man de lang vermiste dokter uit Spanje moest zijn. Maar hij was niet blij dat hij was gevonden. Toen zijn dolblije familie ter plekke arriveerde, was de vogel gevlogen. Toch hopen ze hem eens weer in hun armen te mogen sluiten. 2. Vermiste man na 7 jaar gevonden. De Amerikaanse Timothy Carney werd voor het laatst gezien in 2004 door zijn kamergenoot. Hij zou naar zijn werk gebeld hebben dat hij later kwam, maar is nooit verschenen. Later werd zijn auto aan de kant van de weg gevonden. Zijn ouders deden van alles om hun geliefde zoon terug te vinden. Ze kregen hulp van een organisatie die op verschillende plekken borden had geplaatst met zijn foto en de vraag of men hem had gezien. De actie leverde resultaat, want Carney werd opgespoord, maar wilde niet laten weten waar hij was. Hoewel het een teleurstelling voor zijn ouders en familie was, waren ze toch blij dat hun zoon en broer levend en wel was. Volgens hen was Carney lid van een religieuze organisatie die hun zoon gebrainwashed zou hebben. Ze hadden op een hereniging gehoopt, maar waren toch dankbaar voor het resultaat van hun zoekactie. 1. Gepensioneerde gered door drone. Het was niets minder dan een wonder, zei de vrouw van de 75-jarige Peter Puck uit Brancaster, Engeland. Voor de gepensioneerde man eindigde een wandeling door de rietvelden op een wel heel bizarre manier. Puck was gewend door het gebied te wandelen en dacht het uitstekend te kennen. Op de onheilsdag probeerde hij door de velden heen te waden, ondanks dat de grond niet stabiel was. Moedig ging hij verder, hopend op vaste grond verderop. Helaas viel hij een paar keer en op een gegeven moment moest de senior Puck het opgeven. Uitgeput besloot hij even te rusten, maar het getij kwam eraan en door het riet kon hij niet naar de volgende veld zwemmen. Lopend lukte ook niet. Intussen werd ijverig naar hem gezocht. Ik kon de helikopters horen, zei Puck. Het verlossende moment kwam toen hij dankzij een drone gesignaleerd werd. Zonder de hulp van de technologie had hij het er waarschijnlijk niet levend van afgebracht. We hebben gezien dat je op heel rare manieren vermiste personen kunt terugvinden. Welke van deze reddingen vond je het meest spectaculair?
Laat het ons weten in de comments. Als je deze video een duimpje omhoog geeft, dan weten we dat je het leuk vond. Abonneer op ons kanaal en klik op het belletje voor nog meer te gekke top 10 video's.